Het is iets heel ongrijpbaars en iets wat we heel erg als een soort van eigenschap aan iemand hangen. Van oh, dat is een onzeker meisje. Of dat is iemand die zich onzeker voelt over hoe die dingen doet of denkt. Alleen ik had zoiets van dit is iets groters. Dit is niet alleen iets van een persoon. De waarde van onzekerheid. Het ligt niet zo voor de hand. Het is een gevoel, ook elke keer als ik zelf weer ergens doorheen ga, door een onzekere periode, waarin ik bijvoorbeeld wissel van onderwerp of van rol, dan merk ik dat ik het heel lastig vind en dat ik het liefst van weg ga. En dan word ik wakker, want dan denk ik, oh, dat is interessant, daar is dus wel iets te leren. Ik had het heel vaak echt wel dat er van alles gebeurde en van alles door me heen ging. En veel mensen, of ook veel docenten, proberen dat dan weg te halen. En daardoor kom je niet op het punt dat je ook anders naar dingen gaat kijken. Hoe speelt onzekerheid een rol in het curriculum? Dat is nog geen makkelijke opgave, interessant genoeg. Ik heb zelf ook heel lang als docent gewerkt. En daarin was ik zelf ook heel vaak bezig met takenlijsten, zorgen dat alle leerdoelen helder waren. En daar zat eigenlijk heel veel zekerheid in. Ook in mijn eigen opvatting als mijn rol als docent. En dat zie ik nu nog steeds. Het is een behoorlijke kluif om te zeggen, mogen er dingen zijn, eigenlijk een soort vrije ruimte mag die er zijn, om dingen anders te doen. Ook voor onze studenten kunnen we hen daarin bedding geven. Dat ze mogen zeggen, ik wil mijn creativiteit inbrengen. Ik wil een opdracht op een andere manier interpreteren. Want daarmee breng je onzekerheid in. Daarmee laat je zien van, hey, wacht even, we gaan het kijken wat er gebeurt als we die intuïtie volgen. Het heet De Fundamentele Vraag, Who Has My Back? Steun je mij? Do you have my back? Dat is de fundamentele vraag waar we in alle drukte bij vergeten stil te staan. In de huidige cultuur ontbreekt het vaak aan steun. Je wordt in het omarmen van onzekerheid continu heen en weer geslingerd van het nieuwe gedachtegoed waarin ruimte ontstaat, naar het oude gedachtegoed wat voortkomt uit het systeem en de verwachtingen die je hier zelf aan toevoegt. Een gesprek met het systeem dat niet stopt. Zonder dat je het doorhebt, vult de ruimte zich weer met richtlijnen en structuur waarin je zelf weer controle hebt, maar waarin je een belangrijk stuk ruimte verliest. Nou, wat ik heel mooi vind aan bijvoorbeeld de scriptie die Iris Tolkamp schreef, was dat zij heel mooi doorleefd laat zien wat onzekerheid voor haar deed. En ik als haar begeleider leerde daar enorm van. Ze liet mij bijvoorbeeld zien hoe belangrijk het is om support te bieden. En dan niet op de achtergrond, maar echt ook laten zien van ik sta voor jou. Zij wilde bijvoorbeeld heel graag wat meer kunstzinnige methoden inbrengen. Maar ze wilde ook heel graag etnografisch werk doen. Dus actiegericht, heel erg zelf ook jezelf centraal stellen in je onderzoek. En dat was helemaal niet zo normaal. Dus haar begeleider van de opleiding, die vond dat lastig. Die zei, hey, hoe moet ik dit op waarde schatten? En gaan staan voor haar, haar begeleiden, haar helpen. Dat was een hele belangrijke, cruciale rol die ik ook te spelen had en waar ze me echt op wees. De onveiligheid in het systeem en de voorkeur voor het zoeken naar controle komt voort uit het missen van verbinding en steun. Om stil te kunnen staan, om te reflecteren en om het echte gesprek te kunnen voeren, is steun essentieel. Heel simpel eigenlijk. Toch gaan we hier, ondanks dat het zo logisch is en vanzelfsprekend klinkt, keihard aan voorbij. Je hebt iemand nodig die echt naar je luistert, iemand die achter je staat. Iemand die er is als het moeilijk wordt en iemand die er ook is als het niet lukt. Als je als student de reis door onzekerheid aan wil gaan en ruimte wil maken voor wat voor jou belangrijk is, wie steunt je dan? Wie steunt je als je de ruimte pakt die je nodig hebt?
gaat niet alleen over haar als student. Het gaat ook over mij als lector, als leading lector. Het gaat ook over de docenten en de support. Dus je ziet opeens dat hele persoonlijke vragen over zoiets als onzekerheid, wat je heel erg in jezelf kan leven, maar wat ook buiten ons gebeurt, dat dat vaak vragen zijn die behoorlijk universeel zijn. En dat leerde ik ook van haar werk. Van hé, het is niet alleen maar de student die dit beleeft. We hebben dit hier allemaal mee te dealen, ook als ecosysteem. Maar ik weet wel, de plekken waarin je elkaar gewoon ontmoet en ook echt op een wat meer gelijkwaardig level, zowel student als docent, en waarin je gewoon tijd hebt zonder dat er een hele strakke agenda is of dat we allemaal eigenlijk met iets anders bezig zijn terwijl we het gesprek voeren, dat dat wel bijdraagt aan een bepaalde veiligheid met elkaar of zo. En dan heb je het niet expliciet gemaakt, maar je hebt wel even de tijd en moeite gehad om elkaar te zien. De ontmoeting. Ik zie dat als het fundament van verandering. Dat op het moment dat we onszelf kunnen ontmoeten en elkaar kunnen ontmoeten, kan er echt iets in beweging worden gezet. En dat hebben we in het onderwijs eigenlijk heel lang niet heel serieus genomen. Ik zie wel dat in het hoger onderwijs de focus op bijvoorbeeld groepsvorming, op klassen, dat die behoorlijk groot is. Maar er is wel een verschil tussen kruisen, iemand gedag zeggen en vervolgens weer doorgaan met je eigen leven, en iemand werkelijk ontmoeten. Doen wij dat? Faciliteren wij daartoe? En het interessante vind ik dat op het moment dat een student veel druk ervaart, veel to-do's krijgt, taken, deadlines die opgelegd worden, dat die vaak in de weg staan van het werkelijk ontmoeten. En ik vind het een heel mooi concept, de lineale ruimte, de tussenruimte, is daar heel geschikt voor. En dat we in ons onderwijs, ook in ons economisch onderwijs, kunnen kijken naar hoeveel tussenruimte is er eigenlijk in ons curriculum. Hebben we daar genoeg voor ingebouwd? Op het moment dat een student ruimte voelt, speelruimte, vrije ruimte, creatieve ruimte, beweging ontstaat naar hé, nu, ik kan weer nieuwsgierig zijn. Ik vind het goed voor nu. Hij begon ooit hier. Dat is echt al best wel wat jaren geleden. Dit is ook echt het eerste werk wat op die manier is gemaakt. En dit heb ik gemaakt op, ik denk, de meest onzekere periode, in de meest onzekere periode in mijn leven. En eigenlijk is dit, dat volgens mij is hoofdstuk 2, het gesprek met het systeem. Hier zien we eigenlijk de kaders die we hebben gezet en hoe we dat hebben ingevuld. En hoe ze eigenlijk, misschien het doel wat ze eerst hadden een beetje verliezen en waardoor het op een andere manier weer overloopt. En waarin ook mijn eigen hoofd overliep. Dat voelt altijd als twee verschillende dingen. Dat stromen, die onzekerheid en dat willen weghalen, structureren. Ook om mij heen, dat onzekerheid het liefst geëlimineerd wordt. Het punt daarmee is dat je daarmee ook eigenlijk geen recht doet aan onze werkelijkheid. Want we hebben te dealen met onzekerheid, met een wereld waarin klimaatverandering een heel grote rol speelt en waarin we ook echt op nieuwe manieren met elkaar weer moeten leren werken, samenleven, op pad moeten gaan naar wat kan er eigenlijk anders. En daarin is heel veel onduidelijk. Er is heel veel wat we niet weten, heel veel onzekerheid. En ik zie de waarde van daar meer de aandacht op richten. Dus kunnen we die onzekerheid eens wat meer op dat podium zetten en kijken wat er gebeurt in alle ongemakkelijkheid.